Sinds deze week heeft BN De Stem een geheel vernieuwde iPad-app. Hij is gratis te downloaden in de App Store en voor alle abonnees van BN De Stem gratis. Voor alle andere mensen is hij 30 dagen gratis te proberen. De app is verdeeld in verschillende secties. Zo heb je bijvoorbeeld het regio-nieuws, maar ook nationaal en internationaal nieuws, sport, maar ook aparte secties speciaal voor de iPad, zoals multimedia en vrouw, en foto en video, waar fotogalerijen en video's te zien zijn. Het hoofdscherm van de app is verdeeld in 3 onderdelen. Zo heb je mijn voorpagina, gebaseerd op jouw persoonlijke voorkeuren die je automatisch of handmatig kunt instellen. Een nieuwsoverzicht met de keuze van de redactie. En het laatste nieuws voor het meest actuele nieuws wat net gepubliceerd is. Via de tab Mijn voorkeuren kun je automatisch of handmatig jouw voorkeuren voor secties en tags instellen. Wanneer je kiest voor automatisch, zal de app letten op jouw leesgedrag en op basis daarvan de secties groeperen. Je kunt er echter ook voor kiezen om dit handmatig te doen en de sectie van jouw voorkeur te slepen naar de voorkant, zodat je meer nieuws krijgt van bijvoorbeeld regio, internationaal en de andere secties. De verschillende tags die je in artikelen tegenkomt, kun je toevoegen aan mijn tags. Op basis daarvan zul je meer artikelen te lezen krijgen die op die manier getagd zijn. De app is vanaf nu te verkrijgen in de App Store voor de iPad.